Hey, hallo, hey. Hier zijn we weer klaar voor dag 2 eigenlijk. De eerste dag van het WTA-toernooi van Dubai. Ik ben nog op mijn hotel, maar ik ga meteen vertrekken. Want ik heb een afspraak met niemand minder dan Naomi Osaka. Ook met Pliskova. En Kvitova zou er ook ergens zijn. En ik ga haar of hen beter interviewen. Tot zo. Ik ben intussen aan de ingang van het hotel. Snel naar boven, want daar ergens op de 8e verdieping wachten Naomi Osaka en co. mij. Ondertussen sta ik op het dek van de 8e verdieping van het Jumeirah Creek Hotel hier in Dubai. Ik sta niet alleen hier. En zoals je ziet staat hier heel wat media de mooie skyline van Dubai te filmen. Wel heel interessant, maar ik ben toch vooral op zoek naar Osaka en Kvitova. Ik ga even verder zoeken. Wauw, het nummer 1 van de wereld zit gewoon voor mij. Deze plaza is erbij, uiteraard. Of wat had je gedacht? Een erg sympathieke dame, die Osaka. En daarom zie je ze met alle plezier en met een glimlach. Nu ja, een verlegen glimlach misschien. Tennisballen en t-shirts. Interessant genoeg voor de aanwezige fotografen om wat beelden van te schieten. Tijd voor een iets wat diepzinnige vraag. I was talking to Madison Keys in Melbourne about what kind of topics she feels she would like to have a more active role in the WTA, whether she would like to speak out of certain things or, I don't know, defend certain rights for you. Is there anything you feel, especially this point in your career, you've been around for a while, that you would like to be addressed to make women's tennis stronger? Well, it's not an answer for 1 minute of thinking, so not sure right now. For sure will be something. I'm not sure if it will be like a big deal, but that's a good question, to be honest. I can ask you in the tournament. You can. Okay. En wie ziet? Jawel, Pliskova. Boeg op. En nu terug naar beneden. En de avond valt en we gaan zelf nog een beetje tennis kijken, want daar zijn we gevochten. Niet? Oké, ciao. Tot morgen.